Laat maar zien, Joh, wat ze moet doen. Wow! Nou, die is... Hallo, goedemorgen. Het is maandag vandaag. En wat ga ik doen vandaag, Jola? Met mij meeturnen. Ja, ik ga meeturnen met Jola vandaag. Spagaat moet ik leren. Zal ik jou vast even in de middag? Nee, dankjewel. Ik word net wakker. In de middag. In de middag. Ga ik me vast oefenen. Ja, is goed. Is goed, is goed. Ik ga nu eerst even beginnen met een lekker ontbijtje. Want het is weer maandag. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. We gaan er weer voor. En ja, ik weet dat het niet zo goed is. Maar ik drink even één koffietje. Het is... nog hoeveel dagen? Iets van 7 dagen. 6? Voordat ik weet of ik zwanger ben, ja of nee. Mama! Ja. Wil je een shakey maken? Ja, een shakey maken. Heb je aardbeien? Nee, ik heb geen aardbeien. Oh. Ik heb de borstel meegenomen. Kan jij vast een beetje kammen? Een beetje zelf doen? Nee. Je mooie plukje. En Bart is ook net wakker. Ik vind het grappig. Echt, dat heb ik weer, jongens. Ik heb zo vaak de laatste tijd dat ik mijn camera meeneem, ineens geen kaart erin zit. Mijn camera ergens anders in meeneem om iets op te nemen dat er ineens geen batterij in zit. En dat ik het dan weer met mijn telefoon moet doen of met mijn grote camera wat vet schokkerig is. En vandaag, en jawel... werd ik wakker, Jola naar school gebracht. Kom terug van Jola naar school brengen. Spring achter mijn computer. En daar stonden ze. Alle meldingen van Disney. Je video heeft geen geluid vandaag. Oh, no. Dus ik ga allerlei bestanden bij elkaar zitten zoeken. Blijkt dat ik gewoon echt serieus iets helemaal fout heb zitten doen. Wat ik niet meer kan terugdraaien. Want ik haal altijd mijn concepten haal ik eruit. Uit mijn Final Cut Pro. Want als ik daar... alle concepten van alle vlogs in laat staan, dan ben ik na een week echt helemaal vastgelopen in het programma, want dat trekt hij gewoon niet zoveel materiaal in het programma. Dus dat heb ik gewoon zo opgeslagen en hij is gewoon opgeslagen zonder geluid. I don't know wat er is misgegaan, maar het hoort erbij. Soms gaat er wel eens iets fout en ik denk dat ik hier meer van baal dan jullie, want voor jullie is het gewoon een vlog die geen geluid heeft en ja, morgen weer een dag. Maar voor mezelf denk ik dan weer van, ah, er zat net zo'n grappig stukje in en dat vond ik leuk. Want Bart die gooide zijn shake over zich heen. Dus bij deze, hier nog even dat stukje wat jullie vorige week gemist hebben. En nogmaals, mijn excuses dat die vlog dus zonder geluid is. Het zal niet meer gebeuren, want van elke fout leer ik weer keer op keer. Dus, hallo, goedemorgen. Het is de maandag naar de hele week. Zijn wij uitgeslapen, hè? Ik heb energie, niet normaal. Omdat we ons gisteren helemaal vol hebben gegeten natuurlijk. Oh, ja. En eindelijk even 2 uur extra hebben geslapen. Ja, oh, die vreselijke dat lekker zeg. Ik heb nog wel last van mijn nek. Best erg trouwens. Maar wel iets minder dan gisteravond. En ik denk dat als ik zo op deze manier nog 3 nachtjes slaap, dan is het weer weg. Dus ik ga vandaag even lekker rustig aandoen. Bart gaat lekker naar een afspraak toe. En ik neem een shakey mee, want ik heb alleen een kop koffie gedronken vanmorgen. Oh ja, dat is te merken. Ik heb nog zoveel energie natuurlijk van het eten van gisteren. Maar ik moet wel mijn eiwitgehalte hoog houden, dus ik neem even een shake. En dan ben ik over 3 uurtjes weer terug, schat. Oh, was dat lekker. Oh ja, ik werd trouwens gewoon om 4:15 even goed wakker. Maar ik ben toch maar weer even doorgeslapen. Oh nee! Oh nee! Oh nee. Tegenslag kan gebeuren. Wacht, pak even een schoon doekje, schat. Maar dat is niet zo leuk hoor, zit je gewoon te lachen, hè? Je ruikt alleen een beetje zuur straks. Thanks. Work zo. Jij ook. My bad. Ja, ik ken de rest. Ik ga jullie vandaag even laten zien wat ik heb besteld op United Wardrobe. Dit waren de pakketjes waar het in zat. Deze die heeft echt gekozen voor een superleuke envelop. Ik ben heel benieuwd trouwens waar je die hebt gekocht. Dus mocht je dit zien, zet even in de reactie hieronder. Of mocht jij het weten. Maar ik gok dat het misschien van Hema komt of zo. Zij superleuk. Daar zat deze in. Dat was een hoog
model bikinibroekje die ik heb gekocht van River Island. Ik vond dit super handig, want kan ik dan combineren met andere bikinis omdat het zwart is. En ja, ik had dat gewoon echt nodig. Een goed bikinibroekje. Een beetje een hoge, vind ik wel leuk. Ja, die ben ik heel erg blij mee. Die was ook snel opgestuurd. Leuk. Zag er goed uit, netjes uit. Welke er ook heel netjes uit zag, was dit topje. Ik moet eigenlijk even op mijn statief. Ik moet mijn camera even neerzetten. Oké, dat is dus dit topje van Rumac. Kijk maar. En hij ziet er echt nog super, super netjes uit. Volgens mij heeft ze hem echt niet vaak gedragen. Ja, het is een crop top. En dan heb ik een bakje. Deze had ik al een tijdje aangevinkt van die vind ik leuk. Maar later heeft ze hem in prijs verlaagd. Dus toen pas heb ik hem genomen. Dat is een broekje. Volgens mij kun je er ook mee zwemmen. Maar vooral sport. Voor sport vind ik het leuk. Voor vakantie een beetje op het strand sporten. Zie ik al helemaal voor me. En dan dit topje erbij. Hij zit ook echt mega leuk. Misschien weten jullie nog wel dat ik mijn muur een roze had geverfd. Zomaar ineens. Funky roze. Althans, een strook in de kamer. Nou, daar was ik nu helemaal zat. Dus dat ben ik nu weer wit aan het maken. Even snel tussendoor. Hey Bart. How's your day today? Cool. Oh, Bart heeft weer geen shirt aan. Check the pants. Man, I'm pretty. As always. Warm. Nou. Het is inderdaad heel warm, ja. Zo, even op Jola wachten. Jola is heel erg boos ineens toen ik ophaalde van school. Want ze wilt, net zoals iedereen uit haar klas, haar telefoon mee naar school. Even serieus, ze is 7 jaar. Ik vind het echt belachelijk dat kinderen op haar school dus al een telefoon mee mogen nemen naar school. Belachelijk. Gaat ie? Nee, ik heb hele... Ga maar snel naar huis. Ga maar drinken. Pas op bij de bocht, hè? Nou goed. Ik heb inmiddels alweer gegoogeld naar eerste symptomen van zwangerschap. Want ik heb de hele tijd een beetje krampjes. Alsof ik ongesteld moet worden. Maar dat hoeft pas over een week. Dus het is een beetje spannend alweer. Maar ja, hoe vaak heb ik dat alweer niet gegoogeld? Ik denk dat vrouwen die bezig zijn om zwanger te worden dat wel zullen herkennen. Elk dingetje wordt opgezocht en als symptoom gezien. Zo, we gaan even boodschappen doen bij de appie. En Jola die is naar de Bart Smit gerend. Gerend, ja. Want ik weet niet waarom. Maar ze had nog een cadeaukaart waar nog 2 euro nog iets op stond. Daar wil ze iets van kopen. Bart gaat even laden. Jola en ik zagen net dat er iets in de aanbieding is bij de Ethos, wat we al een tijdje willen. Maar eigenlijk vind ik eerst dit merk niet zo goed. Maar ja, mijn kapster weet je wel. Even kijken. Terwijl de keuze is wel heel moeilijk welke kleur. Dus jij wilt? Deze blauw, die roze. Hoe ga je mee? Ik twijfel. Voor mezelf twijfel ik echt enorm tussen roze en paars. Oh, wacht. Die blauwe is 5 tot 10 keer wassen. Nou, dan neem ik roze. Want die is 2 tot 3 keer en dan al eruit. Neem ik roze, ja? En ik dan? Ja, wat jij wil. De blauwe is wel leuk. Ja, ik doe gewoon. Ja. Zo, wij zijn onderweg naar turnen van Jola. Want vandaag is het ouder- en kindturnen. Dus dat betekent dat Bart en ik mogen meedoen met Jola haar turnles. Wee! Vet. We zitten helemaal in onze sportoutfit. Ik heb net kneedgum van 3 euro. Ja, Jola heeft kneedgum gekocht. Heel belangrijk. Of heel nee, belangrijk. Slijm. Oeh, vet. En het kan ook nog stuiteren. Weet je nou met te slijmen, joh? Ja.
Laat maar zien, Jo, wat ze moet doen. Wow! Nou, die is... Staat erop, hoor. Ja, je moet echt zwiepen, hè? Een beetje hoe moeilijk het eigenlijk is. Ja. Zo, Bart is lekker aan het zwammen maken. Zwammen maken. Zwammen maken. Zwammen aan het maken, maar wel kip zwammen, hè? Kip. Laatst vroeg iemand dus aan mij, als je weer moet vliegen, kan je dan een get ready als stewardess video maken. Maar, ik moet dus vliegen morgenochtend en volgens mij moet ik om 5:30 aanmelden. Ik ga heel even kijken. Valt nog mee. Ik heb gevraagd om een zo laat mogelijke vlucht. Omdat ik gewoon echt een hekel heb aan die tijden. 5:30 aanmelden. Dus 4:55 weg. Ga ik om 4:15 opstaan. Nou, als ik om 4:15 opsta, dan kan ik natuurlijk niet een hele video gaan opnemen van nu ben ik dit aan het doen en nu ben ik dat aan het doen. Want dan maak ik Bart wakker en Jola wakker en daar gaan ze niet blij mee zijn. Maar eigenlijk begint het get ready gebeuren al de dag ervoor. Want je kunt je misschien indenken wanneer je om 4:00 of 4:30 of soms zelfs nog vroeger moet opstaan. Dan moet je dus al zorgen dat je vroeg slaapt. En dat is best moeilijk, aangezien het super warm is. En ik niet in het ritme echt zit van zo vroeg. Maar waar ik dus wel mee begin, de avond ervoor, is mijn tablet. Dan kan je je nieuwtjes doorlezen van het werk. Maar je kunt ook even checken of alles het nog doet. En vooral of je batterij is opgeladen. Want dat is super irritant als je moet vliegen. En je moet dus alles met je tablet gaan doen. En je zit zo van... Oh, ik heb geen batterij. Of oh, ik kan niet inloggen. En heel vaak is er wel iets. En op dit moment zijn weer heel veel prijzen en zo veranderd. En aangezien ik niet heel veel vlieg, is dat best wel vermoeiend zonder tablet. En dan dit. Zo kan ik natuurlijk ook niet gaan werken met deze nagels. Blijft echt heel kort maar zitten bij mij. Het is echt verschrikkelijk. Dus dat moet er weer af, want zo mag je natuurlijk niet gaan werken. Deze gebruik ik nu steeds na het douchen. Die is ook van de Primark. En dan word je wat geleidelijker bruin dan met die bronzer. Maar deze is dus wat subtieler. Alleen, ik wil wel een andere... Want ik heb een beetje een chemisch veel alcoholpercentage gevoel bij dit. Het is nu 8:30. En ik ga een boek lezen. Want als ik een boek lees, dan val ik vast sneller in slaap. Dus de rest wordt in de vlog van morgen vervolgd over deze vlucht. Het vroeg opstaan. En voor vandaag in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En tot morgen een nieuwe vlog. En als je nog niet geabonneerd bent, doe het dan zeker even hier. Of kijk naar de andere video's hier. Je kent het wel. You know the drill. Doei!